Vrienden en vriendinnen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Powerplay. En we gaan er weer keihard tegenaan vanavond. Zet je spelcomputer uit en zet de video op scherp. Wat gaat er gebeuren? Natuurlijk tips, veel nieuwe spellen en een geheim. Dit keer over een gouden ouwe van de Game Boy. In Power Live zien we een tennisser van wereldformaat die ook nog gek is op videogames. Maar we beginnen Powerplay op de gebruikelijke wijze. Dat wil zeggen, de Power News. Shinobi is back. En hij is wrakzuchtiger dan ooit op de Mega Drive in The Revenge of Shinobi, deel 2. Zijn doel is Neo Zeed te verslaan, maar onderweg moeten wel allerlei obstakels uit de weg worden geruimd. De tussenbazen zien er weer angstaanjagend uit. En de tijgers en ninja's die Shinobi aan moet pakken ontpoppen zich soms als lastige tegenstanders. Wat dat betreft stelt Shinobi 2 je zeker niet teleur. Handig is ook de magie waarover onze Oosterse vriend beschikt. Vijanden verdwijnen zo als sneeuw voor de zon. Misschien herinner je je nog onze tip van een paar weken geleden voor Shinobi 1, waarmee je een onbeperkt aantal werpsterren kreeg. Het geldt ook voor deze versie, dus dat scheelt alweer. Shinobi wordt er alleen niet onkwetsbaar door. Van de color en animation mode schieten wij nu in de ijshockey mode. Goal. We gaan namelijk naar NHL PA Hockey 93. Dat is een ijshockeyspel voor de Mega Drive. Kies je eigen team en speel wedstrijden of toernooien. De speler met het sterretje kan je besturen en zo kun je met je medespelers flitsende combinaties maken. Leg je een tegenstander neer, dan krijg je boegeroep vanaf de tribune. Maar je kan er natuurlijk altijd zelf je applaus bij maken. Super Adventure Island is alweer een nieuw spel voor de Super NES. Het verhaal. Je vriendin wordt door een tovenaar versteend. Daar laat je het natuurlijk niet bij zitten. Je gaat dus op zoek naar deze boze tovenaar. Via allerlei werelden maak je een gevaarlijke reis. Vele vijanden maak je in het leven vaak bijzonder moeilijk. Er zijn bonuswerelden waar je extra levens kunt halen. Hier is dat in een boom. Je moet ervoor zorgen dat je constant fruit verzamelt om de leeglopende levens aan te vullen. Je beschikt over twee verschillende wapens, een boomerang en een soort pijl. Iedere keer na drie levels goed doorlopen te hebben, sta je tegenover een eindbaas die verslagen moet worden. Als je dat lukt, ga je naar het volgende level. Maar als je zoals hier doodgaat, krijg je een continue. Dit brok dynamiet is de Neo Geo, een high-tech 24-bit videogamecomputer. Meer dan 300 megabyte, duizenden kleuren en 15 geluidskanalen. En de mogelijkheid je spel te saven op elk gewenst level. Zowel van binnen als van buiten is dit de Rolls Royce onder de gamecomputers. Ook voor deze Neo Geo zijn er tientallen geweldige spellen te koop. Vechtspellen, adventure games en platform games, alles is er. En alles is te bedienen met deze stijlvolle joystick. Er is natuurlijk één maar. Deze geweldige machine is niet alleen qua vorm en inhoud high-tech, de prijs is ook high technology. Voor deze schoonheid moet je al snel meer dan 900 gulden neerleggen en de prijs voorspellend kan oplopen tot zo'n 600 gulden. En dat is geen kattenpis, al krijg je absoluut waar voor je geld. We vonden daarom toch dat we je even met deze beauty moesten laten kennismaken. Bij deze dus. Gevaarlijke buitenaardse wezens in grote ruimteschepen voeren een verrassingsaanval uit op jouw planeet. En alles en iedereen wordt vernietigd, alleen jij blijft over. Samen met je schip, de X-Lay. En zo heet het spel voor de Super NES dan ook. In het begin kan je kiezen uit drie verschillende wapens. En naarmate je verder komt in het spel, krijg je er meer wapens bij. En dat is geen overbodige luxe. Bijzonder is dat je op twee verschillende manieren naar het spel kunt kijken. Dat gaan we je zo laten zien. Schietend trek je van level naar level. En elk level eindigt met een lastige eindbaas. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze bizar uitziende spin? We zien hier het spel in zijaanzicht en het is nu een kwestie van schieten. Grafisch ziet het er prachtig verzorgd uit en het is ook een lekker spel om te spelen. We laten hier nu maar een klein stukje zien, maar ik kan je verzekeren dat de graphics steeds mooier worden. Hier zitten we in level 2 en we staan tegenover de eindbaas. En tot zover, X-Lay. Ooit was het land van de Cheeky Cheeky Boys vreedzaam. Het leven was er goed. Maar boze krachten hebben de macht overgenomen en monsters dompelden het land in dood en verderf. De enige overlevenden waren de tweelingbroers Cheeky Cheeky en prinses Nana. Zij is de dochter van de koning.
Na jaren van leidzaam toezien besluiten de Cheeky Cheeky Boys orde op zaken te stellen in hun koninkrijk. Zij gaan dus heldhaftig staan met de monsters op dit nieuwe spel voor de Mega Drive. Je kan zelf kiezen met wie je speelt. Het ene broertje is erg sterk, de ander moet het vooral hebben van zijn magische krachten. Je moet in ieder geval flink met je zwaard om je heen meppen en je zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk muntstukken verzamelt. Bovendien heb je de beschikking over wervelwinden, die kan je het beste in de lucht gebruiken. Je hebt ook bommetjes, die gebruik je op de grond en die zijn levensgevaarlijk. Cheeky Cheeky Boys is een vrolijk spel, niet in de laatste plaats door de muziek en de kleuren. De vijanden zijn aandoenlijk, maar wel levensgevaarlijk. Na Protector 1 is er nu ook Protector 2. Deze uitvoering is er voor de NES, maar er zijn ook versies voor de Super NES en de Game Boy. Je speelt dit spel samen of alleen. Er zitten continues in het spel verstopt, die moet je zelf vinden. En je doet dat door die zwevende ballonnen kapot te schieten. Op die manier kan je ook extra wapens krijgen. Een voorbeeld daarvan is de spread gun. Hier zie je die spread gun, die spreidt je kogels in het rond en dat is erg handig. Je komt erg leuke eindbazen tegen ook, zo direct bijvoorbeeld een elektronische tank. En het spel wordt extra spannend als je het met z'n tweeën speelt, dan gaat het ook supersnel. Je kan op twee verschillende manieren in het spel zitten. Nu bijvoorbeeld kijk je er bovenop en je spreidgeweer komt dan goed van pas. Hier zie je dan die elektronische tank. Dat is een eindbaas. Na jouw aanval verandert die in een hoopje stof. En zo hoort het ook. Het is allemaal mooi getekend. Zeker voor een 8-bit spel. Het zit boordevol actie en het is erg spannend. Double Dragon 3. Een spel voor de Game Boy dat je met z'n tweeën kunt spelen. Er is hier dus sprake van een spel wat je kan game linken. Het spel is ruwweg hetzelfde als de uitvoering voor de NES. En een goed spel in de categorie beat'em up. In deze versie kun je winkels binnengaan waar je wapens en soortgelijke handigheidjes kunt aanschaffen. En ook extra levens zijn hier verkrijgbaar. Double Dragon 3 zit boordevol vijanden en er zijn vele missies die moeten worden volbracht. Daarom is het een vrij lang spel geworden. Maar dat is alleen maar lekker. Het leukste is toch wel, dat zei ik je al, om dit spel met z'n tweeën te spelen. Als je de Game Boys linkt, kan je elkaar helpen. En dat is zelfs voor de Game Boy een bijzondere eigenschap. Het is een goed vechtspel dat je samen kunt uitspelen. Wij helemaal. Heb je wel eens gedacht, waar komen toch al die muziekjes vandaan bij videogames? Nou, Powerplayer zal het je laten zien, want de Powerplayer van vandaag, Jeroen Tel, de oprichter van de Maniacs of Noise, komt regelrecht uit eigen land. En hij heeft heel wat noten op zijn zang. Mijn artiestnaam is de Maniacs of Noise. Ik ben vroeger begonnen met piano spelen en ook een beetje met blokfluit. Die heb ik dus van mijn moeder geleerd en piano spelen van mijn vader in principe. Maar lessen wou ik dus niet volgen. Ik heb, toen ik 12 was, heb ik videospellen wel gespeeld. Pac-Man, dus dan heb je heel veel versies gehad, 3D Pac-Man. In ieder geval echt, ik ben dus echt uit de beginperiode van bijvoorbeeld de Commodore 64. Nou, ik heb nooit ontdekt dat het een echte gave was. Ik ben er pas achter gekomen toen ik er echt mee begonnen was. Ik heb eerst dus de muziek geschreven, die zijn opgestuurd naar 57 verschillende computerbedrijven. Dat is dus een hele hoop. En aangezien die mij meteen een opdracht hebben gegeven, moest het dus wel een bepaalde gave zijn, zou je zeggen. Ik ben eerst begonnen met het maken van muziek voor computerspelen. Toen ben ik in Londen gaan wonen. Dus ben ik gaan werken voor Pro Software. En die hebben mij dus een systeem gegeven waarop ik muziek kon maken voor videogames. En dat zijn dus gewoon spelcomputers zonder toetsenbord. Dan moet gewoon een kaartje in. En dan komt het spel op het scherm. Ten eerste word ik opgebeld door een producer van het bedrijf. Die producer vraagt mij of ik voor een bepaald spel muziek wil gaan maken, wat voor soort spel het is, hoe het eruit ziet, hoe het geprogrammeerd is. De programmeur vertelt mij meestal ongeveer hoe lang een sequence, oftewel een level duurt. Maar meestal, als bijvoorbeeld iemand heel slecht is in het spel, dan speelt hij echt een uur op hetzelfde level, dan ga ik dus geen uur muziek maken. Meestal 2-3 minuten per level. En ja, dat brengt dus een totaal van ongeveer 15 minuten gedurende het hele spel. En met de introductie muziek erbij is dat in totaal dus 25 minuten muziek per spel. De
muziek die ik maak voor 8-bit computers, die wordt dus geprogrammeerd via een PC. En via de PC wordt via een development kit in de spelcomputers gestopt. En dit is dus het programma. Dit is het machinetaalprogramma. Ik zal even snel erin lopen. Hier staan de geluiden gespecificeerd. Dat zie je hier. En hier staan dus inderdaad de noten en lengtes en geluiden. En dit is voor mij gewoon notenschrift. Zo maak ik dus echte muziek. Dit is typische spelmuziek. Nou, de muziek in een computerspel moet voldoen aan bepaalde eisen. Bijvoorbeeld, waar gaat het spel over? Ten eerste, in welke tijd speelt het? En wat voor soort spel is het? Want je hebt natuurlijk, bijvoorbeeld, het kan spelen in 1400, een soort ridderspel. Dan, waar speelt het zich af? Bijvoorbeeld in een kasteel. Dan moet het al griezeliger klinken als bijvoorbeeld buiten. Is het een actiespel of is het een adventure? Het lijkt me wel leuk om een keertje een musical van muziek te verzorgen, maar dan misschien als ik 15 ben. Maar ik wil nou dus echt bezig zijn met echte muziek, oftewel gewoon echt popmuziek, computermuziek. Ja, in principe alle soorten muziek die je kan, of gewoon bandmuziek. Ook over games die al lang op de markt zijn, kan je zo af en toe nog wel eens een goed secret vertellen. Dat bewijst het secret van deze week over Super Mario Land 1 voor de Game Boy. Je weet wel, het spel met de vergrotende paddenstoel en de bekende vraagtekenblokjes waar je tegenaan springt. In level 1.3 zit bovenin een rij muntjes. Je springt aan het begin meteen omhoog. Je ziet dan dat liftje en via deze lift loop je bovenlangs verder naar rechts. Je komt dan bij de muntjes die normaal gesproken boven je hoofd zitten, waar je nooit bij kan. Een stuk verderop, hier bij de Sphinx, daar moet je even goed op letten. Ons eerste geheim. Kijk goed welke steen je wegstoot. Deze is het niet. Maar deze dus wel. Hier zit weer een lift. Spring erop en zo kom je bij deze buis. Hier is nog een extra leven te halen. We gaan even in de hoogste versnelling. We pakken de muntjes en dan dat extra leven. Dan nog even dit stuk. Nog een power secret. Op zoek nu naar de muntjes die helemaal onderin zitten. Eerst even klein worden. Dat is in wereld 2.2. Ga op het platform staan en laat je naar beneden vallen. En kijk, je kunt gewoon lopen, hoewel er niets te zien is waarop je zou kunnen lopen. Zo kom je bij de muntjes onderin. Verzamelen maar, anders had je deze muntjes nooit kunnen krijgen. Paddenstoeltjes ook verzamelen. Bonken, 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 bonken en eruit. Wij zijn er helemaal doorheen. Jullie zullen het weer een week zonder je favoriete spelprogramma moeten stellen. Betekent echter wel dat je alle tijd hebt om de tips en geheimen uit te proberen. Ik zie jullie volgende week vrijdag rond de klok van 5:30. Tros TV2, Powerplay en blijf ons schrijven. Verras ons met je eigen tips en secrets. Wie weet gebruiken we ze wel. Tot volgende week. Bye.